Yo, kijk, zoals ik er welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we weer terug met een map van de week. En eigenlijk wat er in deze aflevering te zien gaat zijn is een heel mooi groot eiland. Met alles erop en eraan. En zoals je hoort, er zitten zombies in deze map. Want ja, die hebben golden armor aan. Hallo daar, lelijkert. Zo, achter mij. Kijk. Oh. Wow, hij heeft de zin in vandaag. Ik ook. Jongens, dit is de Republic of Onion. Is dat letterlijk Onion Island, jongens. Realistic Country in Minecraft Updated Download Link. Ja, jongens. Jullie kunnen deze map straks ook zelf gaan bekijken. Linkje staat in de beschrijving. En ik zie nu pas dat ik best wat donker hier is, echt zo in de schaduw. Ja, jongens, je moet het helemaal voorstellen. Je loopt hier door een hele grote stad. En je ziet allemaal grote borden met, wat staat hier? Pia. Ik weet niet wat er nog verder staat. Piano? Ik weet niet. Maar kijk, dit is wel echt heel vet zo. Kijk, gewoon een hele hijskraan hebben ze hier. Het is gewoon een mooie werkplaats hoor. Gewoon een vangnetje erop. Van stel, er valt de rotzooi naar beneden. Dit is wel echt wel vet. Hier zou wel een hele vette roleplay serie op kunnen nemen zeg. Wat is daarachter? Laat niet helemaal in. Het is een tar. Ja, ik weet niet man. Maar oké, je hebt hier dus een aantal straten. Dan zie je hier zie je een gebouw. Je zal niet overal in kunnen, denk ik. Ja, je kan hier wel naar binnen, maar dan is het bijvoorbeeld helemaal leeg. Er zitten alleen dit soort dingen in. Je kan dezelfde inrichting doen, maar buiten... Ja, is deze hele straat... Is gewoon... Ja, het is best wel een grote stad trouwens. Deze straten zijn gewoon helemaal gebruiksklaar. Oh, zelfs een tunnel! Holy shit. Dat is wel sick. Dit is echt zo'n American feeling. Ja, de map is ook een beetje gebaseerd op Amerikaanse staten. Ik zie hier al Montana, Orleans. Ja, ik weet überhaupt niet of dat überhaupt staten zijn. Dat ik mezelf nou helemaal voor schut zet. Want ik heb geen idee hoe de topografie van Amerika in elkaar zit. Hebben we hier een soort van... Oh, hier is wel inrichting gedaan trouwens. Dit lijkt mij... Oh, wauw. Dit is een soort van winkelcentrum, denk ik. Oh, dit ziet er wel leuk uit, zeg. Welkom in de mall. We kunnen hier gewoon met de roltrap naar boven en dan kunnen we gewoon naar de winkeltjes toe. Oh, wat leuk zeg. Oh jongens, we kunnen hier de hele dag wel niet shoppen als we dat willen zeg. Oh, wat leuk. Oké, we gaan even nu helemaal naar de top van die berg en dan gaan we gewoon een kant op vliegen. We weten niet waar we gaan komen, maar we vliegen een kant op. Zo, wat een uitzicht jongens. We zitten nu in de capital volgens mij en ja, dit is al vrij hoog. Zelfs een fucking hijskraan, jongens. Doe me ook wel een beetje bedenken aan GTA. Let's go! Zo. Ga gewoon een beetje alles bekijken, zo. Hier een tankstation beneden. Hier zit Petron. Petron, lol. Een haven zijn we zelfs al. Oh. Yo, moet je kijken. Zo, hé. Gaat een hele brug. Oh, die brug wil ik wel even van de zijkant zien, zo. Holy shit. Het ziet er wel heel cool uit. Ook om zo langs heen te vliegen. Oh, die brug is lang, zeg. Wow. Ik wil aan land komen, ik wil niet in het water vallen. Zo. Ik denk dat we net in het water vallen. Ja, hey, nieuw recipe unlocked. Nou, zoals jullie zien. Hier is nog een heel deel van de fucking stad. Je dacht, dit was alles. Nee. Ze hebben nog veel meer. Volgens mij staat er ook nog zelfs een vliegveld in. Ik weet niet zeker. Nee, ja, dat moet je zelf maar uit gaan zoeken. Hier, wauw. Een parkeergarage, denk ik. Of is dit ook een bedrijf? Ja, oh, dit zijn appartementen, zijn dit. Ook allemaal ingericht, jongen. Oh nee, dit is een bibliotheek. Dit is gewoon een bibliotheek. Een klokkentoren. Het is echt heel groot. Hé, hey, is dit een arena? Of nee, het is ook gewoon een bedrijf. Dit is wel vet, zeg. Even kijken. Wat is dit dan? Dit is waardoor je niet hoeft over te steken. Je kan hier gewoon lekker naar boven... Zo, en je kan mooi met de cirkel mee. Je hebt een beetje zicht op de straten. Wow, hey, dat is wel hartstikke genieten zeg. Zo, en voilà. Nou, dit is ook al wel volgens mij een map waar hij echt al een tijd mee bezig is geweest. Oh, wat hebben we hier? We hebben gewoon billboards. En we hebben allemaal wel leuke kleurtjes. Ja, ik heb echt de default texture pack aan, dus... Vandaar dat het nou heel erg plain eruit ziet. Ja, hier zie je het al een beetje. Hier moet nog gebouwd worden. Oh, holy shit. Ze hebben gewoon een ruzenrad gemaakt hier. Dat is wel cool. Dit ziet er wel heel vet uit trouwens. Hoe kunnen we hier trouwens opkomen? Oh, we moeten hier met de lift. Sowieso is dit kaal beneden. Ja,
Oh, lol. Hey, kijk. Al mijn vriendjes zitten hier. Allemaal mobs. Ik had de mobs uit moeten zetten, jongens. Maar dit is al fucking cool. Hier ook een straat. Die snelwegen, die zullen... Really? Ik kan hier alleen maar komen met de kabelbaan. Holy shit. Dat is wel echt wel sick. Hoe ziet dit eruit van de binnenkant? Hallo? Dit is sowieso... Nee. Oh, hier kan je wel. Dit is wel echt nog een trap. Oké. Okay. Lijp. Maar wat schilderijen. Er zit trouwens geen texture pack bij. Dus vandaar dat ik dus allemaal met default bekijk. Maar wat hebben we hier? Je hebt natuurlijk ook gewoon de hele countryside hier. Dus een beetje de natuur met erbij. Oh! Volgens mij is dit een staatsgebouwtje. Maar het ziet er wel nog een beetje kaal uit van de binnenkant zo. Ja, dit is een mooie mopplek. En dit is een toren. Dit doet me een beetje denken aan Washington of zo. Volgens mij zijn we daar ook nog. Of hoe heet het? Zie ik iets op de map? Nee, ik zie niks met Washington. Maar dit was trouwens ook in die film, toch? In de Spider-Man film. Of ik weet nou niet of ik het goed zeg. Volgens mij... Ja, was de Spider-Man film. Dan zat ze in die lift of zo. Ja, dat doet me een beetje daaraan denken. Dus ja, ik weet zeker dat het Spider-Man was, jongens. Oké, gaan we even vliegen. Zo. Een beetje hier door de parkjes heen. Over de brug. Yeah. Onder de stoplichtjes. En... Nou, even kijken wat ze hier... Dit zou wel een beetje het woondistrict zijn. De urbs. Oh, zelfs een treinstation. Wow. Dit is een treinstation, toch? Ja, oh, lol. Het is ook echt gewoon... De rails zijn gewoon super klein. Lijp. Oh, hier gaat zelfs nog een treinspoor overheen. En dan heb je de market. Nou jongens, zoals jullie zien, deze hele stad is best wel groot. Je hebt zelfs nog een deel met Chinese tekens. Er is genoeg te beleven hier. Dus stel je wilt hem zien, of wil hem downloaden, nou, de link staat in de beschrijving. Dus als je wil gaan kijken, is het natuurlijk aan jou om te kijken daar. Er is veel meer dan alleen deze stad. Er is ook nog een heel countryside gebied, wat ik al zei. Hey, kijk, dikke reclame, gelijk voor Intel. Nou... Wauw, Intel Core. Jongens, koop precies daar. Of nee, toch niet. Koop een AMD. Oh ja, weet ik veel. Koop wat je wil. Oh, dit wil ik nog wel even zien trouwens. Holy shit. Een schuine brug, jongens. Dat is altijd wel fucking cool. Even nog vliegen zo. Waar gaat hij naartoe? Waar gaat hij naartoe? Ah, ja, hij gaat er gewoon weer verder de stad in. Bij het monorail station. Nou jongens, gaan we hier lekker stoppen. In de urban face van deze stad. Dus ja, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. Doe even een duimpje omhoog als jij deze map gaat downloaden. En dat je hier lekker de boel gaat verkennen. Hij is wel 1.12.2 volgens mij. Dus als je dat wilt doen, dan ga je even lekker kijken. En ja, ik wens je veel plezier. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op WatchZigger. En laat even in de reacties achter wat voor cijfer je deze map zou geven. En dan zeg ik tot de zon weer opkomt. Later. Later. Doei doei.